Hallo en welkom, ik ben Leni. Eerst eventjes een kleine intro, want dit is de allereerste keer dat ik deze serie video's maak. Deze video's op basis van de elementen. Of ik deze video's vaker zal doen, dat zal mij met de tijd wel duidelijk worden. Ik wil het graag een kans geven. Ik heb ervoor gekozen om 4 video's te maken, eentje voor ieder element. Met de vermelding van een bepaald thema. Dus als dit goed voelt, zal ik deze misschien maandelijks doen of misschien wel vaker, wie weet. Je kan naar 1 of meerdere video's kijken. Als je meerdere tekens in je horoscoop in dit teken hebt. Of gewoon omdat je je aangetrokken voelt door de video of door de titel. Het allerbelangrijkste is dat je je gevoel volgt. Als je je aangetrokken voelt tot een bepaalde video, om welke reden dan ook, dan zit daar waarschijnlijk voor jou een boodschap in. Nu, heel specifiek, misschien heb je heel veel aarde in jouw horoscoop. Stier, maagd en steenbok. Misschien is dat jouw zonneteken, jouw maanteken, je ascendant. Of heb je Venus in een aardeteken? Misschien ken je iemand met heel veel aarde in zijn of haar horoscoop, waardoor je een bepaalde verbinding kan voelen. Nu, je kan je ook puur aangetrokken voelen tot het onderwerp van de video, wat er uiteraard, hè, wat ik vooraf nog niet weet, maar wat er dan in de titel komt. En als je nog meer wil weten, als je heel veel herkent in deze reading, dan kan je doorklikken naar de vervolgvideo. Ik heb vooraf al 3 kaarten getrokken uit mijn eigen dek, de Kracht van Licht inzichtkaarten. En ik kreeg hierbij aarde, uiteraard het element, maar blijkbaar voor al wie zich tot deze video aangetrokken voelt, is het toch wel belangrijk om even naar je leven te kijken op een praktische manier, naar het materiële, het financiële misschien, je carrière. Alles wat vanuit het aardse aanwezig is. Als tweede kaart, uitputting. Dus alles gaat vooral draaien rond energie. Hoe jij jouw energie terug kan opbouwen. Je hebt duidelijk een lange weg afgelegd. Je voelt je vermoeid of er is iets aanwezig in jouw leven wat heel veel van jou vraagt. Maar ik heb nieuws, communicatie, bericht, gesprekken. Dat is een kaart die een bepaalde beweging aantoont. Dus het zou kunnen zijn dat je ofwel nieuws krijgt wat jou net meer energie geeft. Ik heb hier een zeer positief gevoel bij. Zeker vanuit die aarde-energie. Zorg dat je voldoende gaat aarden, contact maken met de aarde. Om jouw energie opnieuw op te bouwen. Want dat zou best wel eens kunnen leiden tot iets nieuws. Dat kan het ook zijn. Iets nieuws wat in jouw leven komt. Iemand nieuws die in jouw leven komt. Of een gesprek wat op gang komt, een bericht wat je krijgt. Alles wat met communicatie te maken heeft. Dit is de telemat daar ook. Dus we gaan eens kijken. Dit is een aparte legging. Die zal misschien van keer tot keer verschillen. Dus ik ga eens kijken. Voor het element aarde. We hebben de 9 van zwaarden, dus toch heel veel denken, heel veel aanwezig in het hoofd. En de schildknaap van munten. Nu, dit geeft voor mij al aan dat jij heel graag iets nieuws wil beginnen, maar dat je eigenlijk een beetje zorgen maakt. Dat je niet goed weet hoe je de dingen moet aanpakken. Dat je een beetje teruggetrokken bent. Dat er heel veel gebeurt in jouw leven, heel veel, zoals deze kaart hier aangeeft, wat energie van jou vraagt. Maar het is blijkbaar ook belangrijk dat jij eventjes terugkeert naar jezelf. Met die aarde-energie, ook nog eens in de legging. Aarden, tot jezelf komen. Zorgen dat je opnieuw iets gaat opbouwen. In jezelf, binnen in jezelf. Kijk ook even wat bepaalde gedachten met jou doen.
Want die schildknaap van munten, dat is voor mij dan het onbewuste stukje. Jij bent je niet bewust van het feit dat het leven jou iets nieuws wil aanbieden. Dat er iets nieuws voor jou klaarstaat. Nieuws, uiteraard. Dus we gaan eens kijken hè, wat er nog meer naar voren komt. We gaan eens verder kijken. Voor het element aarde. Kaart van verandering, het rad van fortuin. Veel veranderingen, veel nieuwe dingen. Jij die een bepaalde cyclus, een bepaalde periode afsluit. Oké. We hebben de ster, heling, de schildknaap van bekers. Dus ook in gevoel komt er heel veel nieuws naar je toe. En de vijf van zwaarden. Dus kijken ter verduidelijking. De ridder van staven. De zeven van bekers. En de drie van staven. Waarom krijg ik hier het gevoel dat jij je inhoudt? Of dat er heel veel gebeurt in jouw leven? Dat er jou eigenlijk zelfs in het verleden al heel veel is aangeboden. Dat je al heel veel kansen hebt gehad. Maar dat je toch steeds twijfelt aan jezelf. Of dat je je zorgen maakt. Dat je het misschien moeilijk vindt om het positieve te zien in het leven. Of dat je er telkens vanuit gaat dat er ook iets verkeerd kan lopen. Het is het alsof het leven nu van jou vraagt om eens degelijk naar de zaken te kijken die in jouw leven aanwezig zijn. Met die aarde-energie, hier al in de inzichtskaartjes. Wat is er nu in jouw leven aanwezig? Wat wil jij nu graag veranderen? Of wat wil er naar jou toe komen, maar kan je op een of andere manier nog niet binnenlaten? Ik heb de indruk dat jij iets heel nieuws kan opbouwen vanuit een heel nieuwe energie. Vooral vanuit jouw eigen energie. Maar dat je de neiging hebt om je zorgen te maken. Of heel erg rationeel met de dingen probeert om te gaan. Terwijl, zoals hier met die bekersenergie, waterenergie, het leven vraagt van jou om te vertrouwen op gevoel. Maar op een of andere manier ga je dan telkens in een wachtpositie staan, kijken wat er naar jou toe komt en dan is er toch iets wat jou doet twijfelen of wat ervoor zorgt dat je het uitstelt. Ik denk dat het eerder een beetje uitstelgedrag is, dat je ergens wel weet wat je wil en dat je daardoor een beetje, misschien, ja, ik weet niet of uitputting of het echt zo ver al is, maar dat je gewoon vermoeid bent van het telkens willen. En als het zich voordoet om er dan net iets te lang of te veel over na te denken, waardoor bepaalde dingen dan weer verdwijnen, of je de indruk krijgt dat je kans verkeken hebt. Maar welke energie biedt zich nu aan? De ster. Het is inderdaad belangrijk voor jou om positief te blijven, om vooruit te kijken. Om, ook al zie je het nog niet, om toch te weten dat er iets naar jou toekomt. Dus blijf in je evenwicht, zorg dat je heel rustig blijft. Dit is de helingskaart en zeker samen met de ridder van staven wil voor mij zeggen dat jouw eigen energie zich terug mag opbouwen, dat je daar aandacht mag aan besteden, maar dat je ook dingen mag gaan doen die jou een goed gevoel geven, die jou voeden, die jou net de energie geven die je nodig hebt. Het is alsof je nu in een fase bent terechtgekomen waarin je beseft of zal gaan beseffen dat je gekozen hebt voor bepaalde zaken die jou meer kosten dan je werkelijk krijgt. En nu is het tijd om even stil te staan wel bij de dingen. Je bewust worden van het feit dat het leven jou een nieuwe kans biedt. Dat je een kans krijgt om iets nieuws op te bouwen op eender welk vlak. Dat je een nieuwe levensfase eigenlijk een beetje ingaat. Maar dat je eerst even tot rust mag komen, mag gaan helen, mag dat evenwicht terug mag gaan vinden in jezelf en daardoor je energie terug mag gaan opbouwen. En dan ga je voelen dat je, dit is wat meer vuurenergie, dat je vanuit die energie weer verder kan. Dus geef jezelf vooral de tijd om weer heel dicht bij jezelf te komen, om je heel erg bewust te worden van de dingen die rondom jou aanwezig zijn.
Want dan wil ik even naar die waterenergie, die bekers, de schildknaap en de zeven. Dat zijn voor mij mogelijk spirituele kaarten. Jij die tot bepaalde inzichten kan komen. Jij die veel dichter bij je gevoel komt. En van daaruit dingen ook kan gaan ondernemen. Het is belangrijk dat jij je eigen keuzes maakt vanuit je eigen gevoel. Ik denk dat je bepaalde dingen nog niet hebt ondernomen, omdat misschien andere mensen het jou hebben afgeraden of jou net iets te veel in je denken hebben geduwd, waardoor je dan weer bent gaan twijfelen of te veel in verwarring bent geraakt. Want die schildknaap van bekers die geeft voor mij aan dat jij op dit moment klaar bent voor nieuwe gevoelens, dat jij de dingen op een andere manier wil gaan ervaren, maar toch raak je telkens een beetje in verwarring, niet goed wetende wat te kiezen, maar dat komt vooral omdat je nog net iets te veel luistert misschien naar wat anderen vinden, wat anderen ervan denken, of de gevoelens van anderen. Het is blijkbaar ook belangrijk dat je luistert naar jezelf, wat jij nodig hebt, en niet wat een ander van jou verwacht. Of misschien zijn er wel anderen die hun eigen emoties op jou projecteren, waardoor je dan een beetje terugkrabbelt en toch net niet datgene doet wat jij heel graag zou willen. En dat dan misschien nog heel eventjes voor een bepaalde strijd kan zorgen. Want met die vijf van zwaarden, en dat geeft aan dat je op een punt komt, of aan het komen bent, waarbij je gaat zeggen van, nu is het genoeg geweest. Ik heb hier lang genoeg mijn best gedaan om er te zijn voor anderen, om iets staande te houden. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de, ja, vooral voor de ander eigenlijk. En dat je, dat kan zijn dat er een conflict plaatsvindt in jouw leven of een oneenigheid. Daar waar je voelt dat jij heel veel draagt en dat de ander eigenlijk ook heel veel van jou verwacht. En ik denk dat dat de reden is waarom de kaart van uitputting hierbij naar voren komt. Dat jij nu leert om op een andere manier jouw leven in te delen, de eerste plaats. En dan ook iets op te geven. Maar dat komt voor mij telkens over als dat jij zegt van, oké, hier doe ik niet meer aan mee. Dit zet ik niet meer verder. Want mijn eigen helingsproces, mijn eigen energie is nu belangrijk. Dat je zegt van, oké, ik ga erin verder. En ik laat een bepaald stukje achter mij. En dat zie ik dan vooral in de drie van staven. Je laat dan iets achter jou. Je hebt een keuze gemaakt. En dan is het nog even kijken wat er naar jou toe komt. Wat het leven jou eigenlijk te bieden heeft. En dit is voor mij een heel vrije kaart. Een kaart die aangeeft dat je een beetje mag gaan verkennen. Zonder een definitieve beslissing te nemen. Zeker als je nog een beetje in deze energie zit. Als je nog op zoek bent van wat voel ik, wat wil ik werkelijk, waar verlang ik naar. Ga eens verschillende dingen uitproberen. Voel eens wat het met jou doet. Voel eens wat er nog meer in jou aanwezig is, maar ook kijk eens wat het leven jou nog meer te bieden heeft. Kijk eens rondom jou, maak eens contact met nieuwe dingen. En dat gaat jou helpen om door te groeien, niet alleen om je energie terug op te bouwen, maar om, je hebt nu al een keuze gemaakt, meer voor jezelf, dat je ruimte wil gaan creëren. En van daaruit ga je iets nieuws ontdekken blijkbaar. Het is een tijd voor jou om nieuwe dingen te gaan ontdekken, nieuwe dingen te gaan ervaren en zo vanuit jouw eigen energie eigenlijk terug verder te gaan. En dit is voor mij het bewuste, dit is voor mij het onbewuste stukje. Ja, je weet ergens wel dat het tijd is om in die rust te gaan, om wat meer evenwicht te brengen in jouw leven. Je voelt ook dat je meer vanuit gevoel bepaalde dingen wil gaan doen. Dat je klaar bent om je opnieuw te laten raken. Misschien zelfs in de liefde. En ja, dat er iets is wat je achter je mag laten. Wat je mag opgeven. Maar opgeven in de zin dat je beseft dat het jou
op dit moment nog weinig brengt. En dat je toe bent aan iets nieuws. En als ik dan kijk in het onbewuste, ja, dan zou ik zeggen van, wees je meer bewust van de invloed van alles rondom jou. Alles wat jou doet twijfelen, alles wat jou in verwarring brengt. Alles wat ervoor zorgt dat jij net niet tot bij je gevoel komt en net niet die keuze maakt vanuit je gevoel. Want die staal van energie geeft aan dat jij eigenlijk heel veel zin hebt om iets te ondernemen. Om weer dingen te gaan ontdekken in het leven. Om meer voor jezelf te gaan kiezen en vooral te gaan ervaren. Ik zie deze kaart vooral als een reis. Een weg die je aflegt, waarbij je verschillende dingen ontmoet, verschillende mensen ontmoet, verschillende dingen kan uitproberen en zoveel dichter bij jezelf komt. Dus ik vind het wel een mooie reading om mee te beginnen, want het is een ontdekkingstocht. Jij die mag gaan beseffen dat je net iets te veel zorgen maakt over wat je zou kunnen gaan doen en hoe bepaalde dingen zouden kunnen lopen. Die 5 van zwaarden geeft aan dat je een stap maakt naar iets nieuws, naar iets anders. Dat je iets minder fijn achter je laat en dat je ruimte maakt voor iets nieuws. En dan komt die 3 van staven. En ja, dat is een beetje een periode van inderdaad ontdekken en kijken wat er nog meer is. Dus als ik terug ga naar de inzichtskaartjes, er komt duidelijk iets nieuws naar jou toe. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je ervoor open staat. Dat was hier ook trouwens ook al het geval. Dus het lijkt mij alsof het gaat om een nieuwe manier van leven. Jij die je leven anders kan indelen. Misschien kiest voor een nieuwe job, een nieuwe relatie, een nieuwe huis, nieuwe vrienden. Gewoon wat het leven te bieden heeft. Hè? Wat je... alles wat je dagelijks doet, dat een beetje toe is aan vernieuwing. Dus keer terug naar wie jij bent, naar je basis, naar je fundering, zoals we zeggen. En ga van daaruit opnieuw ontdekken. We hebben hier eigenlijk maar 1 grote arcana kaart. Dus volgens mij is dit een korte fase, ergens waar je kort doorheen gaat. Geen heel groot iets in jouw leven, maar wel belangrijk, omdat je op dit moment wel de behoefte hebt om je meer te focussen op je eigen energie, wat voor jou belangrijk is in het leven. En dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen op dit moment. Het is een beetje... Het is niet opnieuw beginnen, maar het is vanuit een heel nieuwe energie verder gaan. En ja, voor jou is dat vooral evenwicht vinden tussen hetgene wat je voelt en wat jou rust brengt en hetgene wat je wil gaan ondernemen en wat jou net heel veel energie geeft. Als je doorklikt naar de vervolgvideo, dan zal je daar zien dat ik nog enkele kaartjes ga trekken die wat meer informatie geven over verbindingen, verbintenissen. Ik ga het niet specifiek hebben over relaties, maar hoe je je verbindt met de ander. Wat er gebeurt ook op zielsniveau, hoe jij je verbindt op zielsniveau met anderen, wat er daar beweegt. En dan wil ik ook hier heel graag even gaan kijken naar, dit is eigenlijk jouw advieskaart. Kan jij bepaalde dingen gaan ondernemen? Wat kan je anders gaan doen? En dan ben ik ook wel zeer benieuwd wat het leven jou eigenlijk als nieuw wil laten zien of wat er mogelijk naar jou toe kan komen. We gaan eens kijken of ik daar nog iets specifieker over kan vertellen. Dus voor wie het hierbij houdt, ben zeer benieuwd wat je vindt van de video. Dus geef me dan zeker een likeje of laat weten in de opmerkingen wat je ervan vindt. En als je graag nog meer wil weten, klik dan zeker door naar de vervolgvideo. De link die vind je onderaan in de beschrijving. Alvast bedankt voor het kijken. Heel veel liefs. Dag.